Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gisteren haar derde service unit in het land geopend in het district Para, namelijk in Rijsdijk. De service unit is onderdeel van de reorganisatie van de overheid. Een service unit is een dienstonderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken die in de districten worden gestationeerd. Hierdoor hoeven personen niet helemaal naar de stad af te reizen, wat zowel kosten- als tijdbesparend is. Het doel van de service unit is tweedelig, namelijk decentralisatie en om het deel van de nog niet geplaatste landsdienaren ergens te werk te stellen. De service unit Rijsdijk gaat van start met 5 personeelsleden. Nasir Eskat, directeur Binnenlandse Zaken, zegt dat het departement werkt naar een excellente overheid. Hij benadrukt dat de service unit geen incidentele dienst moet zijn. Dit moet blijven. Verder geprofessionaliseerd worden, verder uitgebreid worden. En hoe ideaal zou dat zijn als op die service unit van PISA bijvoorbeeld, voor zover dat nodig is, op basis van de behoeften die er in elk district bestaat, ook een vertegenwoordiger van het desbetreffende ministerie waarmee de bevolking die behoefte heeft om zaken te doen met de regering, met de overheid, dat die ook daar gehuisvest kan worden. Dus ik ben blij, applausje natuurlijk voor het personeel. Ze zijn heel erg gemotiveerd. Ze willen de diensten van de overheid brengen naar de bevolking toe. Maar wij, die de beleidsmakers, wij die een vinger in de pap te roeren hebben dat zaken in orde komen, moeten dat ook kunnen inzien en natuurlijk ervoor zorgen dat dit geen incidenteel ding is, maar een goede stap vooruit om de overheid dichter bij de bevolking te brengen. NDP-parlementariër Patrick Kensenhuis hoopt dat de service unit in voldoende mate zal inspelen op de behoeften van de bevolking van Para. Het zijn vooral de mensen die voor de overheid werken en hebben gewerkt die naar de service unit kunnen voor allerhande informatie. Zoals informatie met betrekking tot pensioen, maar ook met betrekking tot gratificatie. En ik heb ook begrepen dat je ook hier kan zijn om de informatie in te winnen met betrekking tot opleidingen die vanuit het ministerie verzorgd worden. Ik denk ook vanuit de overheid, zo'n beetje, die dus gecoördineerd worden bij de Binnenlandse Zaken. Het is een heel goed moment. We hebben eerder hier in het district Para de vestiging gehad van Binnenlandse Zaken, zeker voor resort Noord, waar we nu zijn. En nu zien we dat er een service unit wordt gevestigd, de derde op een rij, want we hebben eerst Nikeri gehad en ook nog Morawena. En ik zie dat ook een para prioriteit is gegeven om als derde unit opgezet te worden, waardoor de parama kan met boomgebruik voor oude Kassidisi. Minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken zei dat bij de service unit er ook informatie over de Basel, BZV en koopkrachtversterking opgevraagd kan worden. De bewindsman is tevreden met de ondersteuning van Kensenhuis als lid van de oppositie in de Nationale Assemblée. De minister erkent dat de samenleving zich in een moeilijke situatie bevindt. Hij is daarom van mening dat zowel coalitie als oppositie moeten meehelpen in het tegemoetkomen van mensen die het moeilijk hebben. Ze kunnen straks hier terecht, heer Kensenhuis, vragen stellen. Ook uw mensen, onze mensen, we gaan proberen zoveel mogelijk te helpen. En we gaan dan zien, 25 mei 2025, wat het verschil is. Maar we willen nu de mensen helpen. Daar bent u voor, daar ben ik voor. En ik wil u extra dank zeggen dat u bent gekomen. U was er vorige keer ook bij. Wij appreciëren dat als ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat wij een ieder dienstbaar willen zijn. De minister drukte de ambtenaren die zullen werken in de service unit op het hart zich in te zetten voor het werk. Hij verwacht dat het storm zal lopen voor informatie over de Basel, BZV en koopkrachtversterking, omdat er naar zijn zeggen meer behoefte is aan die ondersteuning dan de overheid gedacht had.